zijn in Chitwan. Chitwan in Nepal. In deze rivier zitten gewoon krokodillen. Gooien ze gewoon een steentje naar de krokodillen. Dus hier zouden ook heel veel tijgers moeten zitten. Huh? Serieus? Zie ik dat nou goed? Ja, maar... Ja. Nou, misschien zien we dadelijk al een krokodil langs ons zwemmen. De eerste krokodil is gespot. Vanaf hier gaat het gebeuren. Ik vind het oprecht best wel spannend. Volgens mij zien we onze eerste neus om. Tientallen krokodillen. Wat dan? Baby's. Oh, frik. Oh, daar gaat hij. Oh, daar links zie je nou. Mijn naam is Jackson. En ik ben Mayo. En wij zijn op wereldreis. Super leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe video. En we zijn in Chitwan. Ja. Chitwan in Nepal. Ja, Chitwan staat erom bekend om het National Park, waar heel veel uitstervende dieren rondlopen. Ja. En wij staan nu bij ons hotel, Jungle Wildlife Camp. En hier op ons terras, ja, dat is echt ongelooflijk, hè. Dit is mooi. Ja. We liggen langs de rivier en in deze rivier zitten gewoon krokodillen. Ja. Die zie je soms gewoon langs zwemmen. Achter de rivier heb je een heel stuk land waar gewoon olifanten lopen, neushoorns lopen daar. Die hebben we wel nog niet gezien. Nee. Nou ja, de krokodillen hebben we wel gezien. De krokodillen wel, ja. Want het mooie is, de lokale mensen die gaan hier ook gewoon vissen in dit riviertje. Het riviertje is ook niet heel erg diep, ik denk maar een 20 centimeter of zo hier aan de voorkant. En als er een krokodil gewoon ligt, gooien ze gewoon een steentje naar de krokodil en dan zwemt die weg. Die zijn schijnbaar ook niet zo gevaarlijk, krokodillen. Die zijn bang voor mensen. Ja, maar er zitten wel twee soorten. Er zit wel een gevaarlijke krokodil. Ja goed, de lokale mensen die weten dat wel. Andere krokodillen, dat is niet zo gevaarlijk. Ze hebben hier in ieder geval een verrekijker. En met de verrekijker kun je hier over dat hele park zo kijken en dan kun je dieren spotten. We hebben dat gisteren geprobeerd. Toen zagen we dus de krokodillen. Maar nu nog niks. Geweldig dat gewoon vanaf het terras van je hotel kan. Ja, ja. Het is nu tijd voor een kop koffie. En wat gaan we dadelijk doen? Ja, op safari natuurlijk. Ja. Daarvoor zijn we gekomen natuurlijk. Hè? Ja, precies. Ik ben ook heel benieuwd wat we gaan zien vandaag. Want hier zitten ook heel veel tijgers. Tijgers, ja. En slangen. En slangen. Want toen we op weg waren hier naartoe, langs de weg stonden er heel veel van die pas-op-borden. Zoals wij in Nederland de pas-op-borden hebben met pas-op te kunnen herten oversteken, hebben ze dat hier met tijgers. Toen ik dat zag, dacht ik wel even van, serieus? Dus hier zouden ook heel veel tijgers moeten zitten. En misschien dat we er eentje gaan zien. Ze zeiden al dat ze best wel schuw zijn, dus dat ze zich niet zo snel laten zien. Dat ze bang zijn voor de mensen. Misschien hebben we geluk. Misschien hebben we geluk, ja. Oké, time to go. Thank you. Yes, see you tonight. I want to see your video. Yes. Yeah, I went back from the safari. Okay. You are in the video. Yeah. Okay. Yeah. Alright, see you tonight. Okay, bye-bye. Okay, have a good day. Thank you. Nou, hier is het restaurant. Staat het ontbijt, staat er nog. En zo'n lieve man, hè? Ja, die is echt super lief. Ik heb volgens mij nog nooit iemand gezien die zoveel plezier heeft in zijn werk. Ja. Echt lieve man. Klopt. En hierboven, daar slapen wij. We hebben ook een heel mooi uitzicht over de rivier. Jungle Wildlife Camp. Jungle Wildlife Camp. Yeah. Jungle Wildlife Camp. Yeah. Bye bye. Bye bye. En ze zijn allemaal vriendelijk. Ja, echt super leuk. Ja, en het lijkt misschien koud omdat we de dikke jas aan hebben. Maar 's morgens vroeg is het ongeveer een graden of 3. En in de middag kan het al oplopen tot over de 20 graden. Dus het verschil hier is echt enorm. Ik denk dat ik dadelijk ook weer die jas ga uitgooien. Ik loop hier langs de weg. Ik denk, zie ik dat nou goed? Ik was naar het onkruid aan het kijken. Ja, dit is hè, gewoon onkruid. Ja. Yeah. Wat is dit dan? Dat is heel apart, hè? Ja. Oké, okay, ja. En hier nog meer, kijk. Ja. Dat is apart. Dat groeit hier gewoon. Ja, waarom niet, hè? Ja. Oh, kijk, hier nog één. En een flinke. Ja, maar. Ik heb hem aan het plukken.
trekken. Ja. Een supergezellig stadje hier. Shit, man. Heel veel winkeltjes, heel veel restaurantjes. Ja. En hier staan ook wel de neushoorns. Oh ja. Ik hoop echt dat we ze zien vandaag. We zijn er. Jungle Safari. Er staat de neushoorn al, de krokodillen en de olifanten. Oh, een beer trouwens. Zie je dat? Zullen we vandaag een jeep krijgen? Zo echt zo'n safari jeep? Ja, een jeep, ja. En toen we hier gisteren liepen, kwamen gewoon allemaal olifanten ineens langs gelopen. Ja, klopt, ja. Heel apart. Ja. Hier zie je de landkaart van het Chitwan National Park. Wij zitten hier denk ik op het groene puntje. Dan zie je wel hoe groot dat dit National Park is. En het grenst dus met India. Ja, ja, de eerste krokodil is gespot. Niet normaal, want daar zitten de mensen allemaal in bootjes. Hoe langer dat we kijken, hoe meer we er zien. Daar ligt er eentje en daar ligt er eentje. Heb je zin om over te steken in het bootje? Ja, jawel. Ja, zeker. Ik vind het wel spannend hoor. Ja, zeker spannend, maar dat is wel goede spanning. Ik vind het echt super vet. Ja, echt zin in. Daar liggen onze bootjes. Niet vallen hier zo. Ik zie het alweer gebeuren dat ik vol op mijn plaat ga. Kijk of hier een krokodil ligt. Oei, oei. Maar joh, heb je dat bruggetje gezien? Zie je dat hoe dat gemaakt is? Is dat helemaal met de hand gemaakt? Ben je er klaar voor? Dat zou ik zelf mogen. Het ziet er niet heel stevig uit. Ah, hier hangen krukjes. Kun je een krukje pakken? Jo, dank je. Peace. Zie je dat hoe ze dat doen? Ze prikken met de stok in het water en ze duwen ze zich eigenlijk voort. Zo, hij staat van op de kant. Yeah. Yeah. Nou, misschien zien we dadelijk al een krokodil langs ons zwemmen. Ja, hoeft niet. Een afstandje vind ik leuker, denk ik. Het water is redelijk helder. Ik kan de bodem nog zien. Ik heb het even nagevraagd, maar deze boot is dus gemaakt uit één stuk hout. En daar hebben ze wel nog iets omheen gedaan voor het lekken tegen te gaan. Oh, we zijn er al. Oh. Chair over hier. Oké. Dus nu zitten we in het, ja, in het wild, hè? Vanaf hier gaat het gebeuren. Gaan we naar de beestjes kijken? Nu gaan we naar de beestjes kijken, ja. En die man zei gisteren, doe je maar goed dik aan. Want het kan best wel koud zijn hier in het Nationaal Park. We zijn vertrokken. We zitten in de wagen. Ik heb alles uitgegooid. Ja. Ik ga kapot. Het is eigenlijk niet helemaal warm. Maar hier, we zitten helemaal voorin. Maar de wind is wel lekker. Kijk. Ik vind het oprecht best wel spannend. Ja, ik ook wel. Hetzelfde staat er opeens gewoon midden op de weg dadelijk een neushoorn. Ja. Kijk je me recht in de ogen aan. Ja. Ik hoop wel echt dat we nu toch eindelijk een keer een slang gaan zien. Ja, hoe lang zijn we al in Azië? Ja. We hebben nog steeds geen slang gezien. Inderdaad, ja. Ja, vandaag gaat het gewoon gebeuren. Ja. So I'm going to... And there is a... three major vegetations like this kind of forest, which is called riverine forest or rainforest. And there will be grassland area and subtropical forest. And how many animals there were, you said? 68 different species. 68. Oh, 68. Alright. Zoals je kan zien staat het gras nu super hoog. En hij vertelde net dat de beste tijd om hier naar het Nationaal Park te komen rond februari, maart is. Want dan is het gras allemaal laag, waardoor je dus veel meer dieren kan spotten. Daar bij mijn vinger zie je een rendier. Ja, het is helemaal lastig te zien hoor. Moeten we echt al gaan inzoomen. Het is echt heel moeilijk om alles te zien, maar wel vet hoor. Het is Bambi. Te stil zijn. Ja, daar rent hij weg. Ja, dat was dus Bambi. Niet heel speciaal, hebben we zo vaak gezien. Ja, nu toch leuk. Jij blijft leuk, zeker. Maar het is nu tijd voor wat vetters. Zien we onze eerste neushoorn.
We hebben hem gezien. Ja, onze eerste neushoorn. Dat is wel echt groot, hè? Heel groot. Oh. Ja. Nou, ik denk dat hij zo'n 30 meter van ons af was. Ja, zoiets. Best kortbij, ja. Ja. Ja, hij zegt dus dat ze lui zijn. Ja. Ik hoef ook niet veel. Hij lag lekker in de zon te chillen. Alleen zijn oor ging af en toe. Ja. Ja, super vet dit. Sowieso lijkt me dit echt een lekker ruige baan om te hebben. Ja. Met toeristen de wildernis in en kijken naar de ja, meest extreme dieren eigenlijk. Want het zijn best wel gevaarlijke dieren ook. Ja, super vet dit. Dan zie je het termieten. So termites, they live inside, and then when the bear they get a smell, so they just go for a dig out, and they find out the big colony of the termites, and then they suck. Oh, they suck? Oh. And they eat termites. En die lianen, wat je dus ook om de bomen ziet groeien. Hij vertelde net dat die zo strak om de bomen heen groeien, gewoon zelf niet kan groeien, en hij knijpt ze eigenlijk samen, dat ze doodgaan. Dus de bomen gaan dood door de lianen. Dat heb ik nooit geweten. Heb je het koud? Nee. Ik wel. Nee, hoe verder dat je hier het bos ingaat, hoe kouder het wordt. Ik ben toch wel blij met die jas. Hij had toch wel gelijk. We zagen zojuist een heel vreemd dier, of in ieder geval, ik had hem nog nooit gezien, de barking deer. Hij ging zo snel, ik was al te laat met mijn camera. Ik ga wel even een plaatje op Google opzoeken en dan zetten we die wel eventjes hier in beeld. Daar zie je. Lizard. Ah, cool hè. We rijden een ranger op de olifant. Kijk hem zitten. Die olifanten met de rangers erop, die zijn dus van de overheid en die lopen hier eigenlijk rond om het park te beschermen. Want er zijn dus schijnbaar mensen die hier naar binnen komen en die willen dieren afschieten. Dus ja, dat is niet de bedoeling natuurlijk. Dus die houden het park helemaal veilig. We rijden nu langs een heel lang meer en je ziet echt tientallen krokodillen in het voorbijrijden. Ja, echt geweldig om te zien. Daar zit er eentje. Oh ja, die is heel groot. Zo hé. Hier is ze liggen. Zo hé. Ik denk dat die wel een meter of 3 is. So we do have two different types of crocodile in here. So these kinds of crocodile, these are called marsh mugger. So these kinds of crocodile, they are quite aggressive. Aggressive. Whatever they get in front of them, they eat everything. And they can survive everywhere, like in this kinds of water hole or even in a small water hole or in a rivers also. And another, we have a ghadiyal, so they have a long snout. So this kinds of crocodile, these are critically endangered species. So now we are going to the ghadiyal crocodile breeding farm, so you will see lots of them in there. Wat heb jij? Lunch. Lunch? Chippies. Ik heb een koekje. Mm. Nou, we zijn nu bij een boerderij, maar niet zomaar een boerderij. De krokodillenboerderij. Ja, dat is weer iets wat anders, hè? Ja, dan geitjes en schuipjes. Dit is de nursery pool. Kijk, wat dan? Baby's. Och, verrek. Inderdaad. Het zijn maar hele kleintjes. Ze hebben die spitse, een hele spitse neus. Old hatching pool. Oh, moet je die tanden kijken. Oh ja. Ze lopen in de polonaise, zie je? Ja. Dat is bijna carnaval, hè. Het is wel vet, want die ogen zijn echt helemaal goudkleurig of zo. Ja. Zie je? Ja. Ik denk hoe verder dat we lopen, hoe groter dat ze worden. Mm-hmm. Kijk wat hiernaast is. Dit is de yearling pool. Ah ja, hier zijn ze alweer een stukje groter. Ik heb deze soort nog nooit gezien. Wel op tv of zo, maar nog nooit in het echt. Maar dat zijn die wat niet gevaarlijk zijn. Ja, zeggen ze. Zeggen ze ja, maar ik ga niet naar binnen. Nee. Ze liggen ook echt allemaal over elkaar heen te chillen gewoon.
Zo hé, daar liggen ze. Dat is eigenlijk wel een meter of 4, 5, niet? Ja. Hoe oud is die? 78, 79 en 80. Wat? Kunnen die zo oud worden? Geen idee. Huh? Dat wil zeggen dat ze 40 jaar zijn of zo. Hallo. Hallo. Netherlands. En you? We are from Nepal. Nepal, local. Wauw. Nice. Hij zegt net al, het is net alsof ze nep zijn, dat ze zo stil liggen. Dat ze zijn wel degelijk echt. Oh, jawel. Zo hé. Deze hier. Die is groot. Ik weet niet of dat helemaal een maal is, maar bij sommigen zie je dat de onderkaak niet is meegegroeid. Of het heeft een andere reden. Daarachter zie je wel dat de hele onderkaak meegroeit met de bovenkaak. En hiervoor liggen er twee. En dus de onderkaak, die stopt op de helft. Dus het spleetje door, kun je dat zien. Mooi joh, zou ik eens? Succes! Nee, laat maar fijn dicht. Deze wat hiervoor ligt, die heeft helemaal geen bovenkaak meer. Een centenbakje. Een centenbakje. Ja. Heb je? Snikker? Je hangt je snikker, hè? Oké, ik ben nog nooit zo kort bij een krokodil geweest. Die is aan het slapen, die heeft zijn ogen dicht. Het is een beetje blind. Dit is letterlijk 20 centimeter tussen ons in. We zijn wel al iets meer te weten gekomen over deze plek. Deze krokodillen die je hier dus ziet, worden met uitsterven bedreigd. En wat de rangers doen, ze gaan hier langs die rivieren en dan verzamelen ze de eitjes. Die brengen ze hier naartoe en zorgen ze dat ze ja, uitkomen. Want alle vogels en andere dieren die eten allemaal die eitjes natuurlijk op. En na 6-7 jaar, als ze redelijk uitgegroeid zijn, dan worden ze weer vrijgelaten hier zo. Ja, en hij zei ook dat ze soms moeilijk kunnen overleven zelf in de natuur. Dus als er wat met ze is, worden ze ook hier naartoe gehaald en dan worden ze opgeknapt. Ja, precies. Langs het water rijden hebben we een kans om een slang te vinden. Maar hij rijdt zo snel en het is zo moeilijk om iets te spotten. Maar ja, als je op dit tempo moet je dan toevallig net iets zien. Daar boven, daar zit een adelaar en hij heeft een slang gevangen. Ja. En je lijkt voor die. Oh ja. Oh, daar gaat hij. Maar een heel klein slangetje, hè? We zagen hem net wegvliegen en toen had hij de slang zo in zijn poten vast. Niet de slang die wij bedoelden. Nee, nee, nee. Nou, we zagen zojuist de grootste hert die hier voorkomt. Ja, schijnbaar ja. En of het is sammerdeer of sambadeer. We hebben het niet goed verstaan. Ze weten niet zo goed hoe die nou echt heet. En we zagen de blackface monkeys. Ja. Ja. Ja, die hebben we al vaker gezien, hè? Die hebben we al vaker gezien, ja. Die blijven wel leuk. Ja. Waar lekker aan het eten. Ja. China. Hoppatee. Soepel. Ik kan er wat doen. Ja. Oh, daar ging ze die nou. Eén man komt gewoon twee bootjes brengen. Hoe geniaal is dat? Die man is dat gewoon die twee boten vooruit aan het duwen. Ja. Ja, dat is gewoon normaal hier. Ja. Ja. De honden laten. Ja. Nou, we zijn weer terug aan het lopen na het hotel. Na 4-5 uur, of wat is het, van links naar rechts hebben we geschommeld in de auto. Best wel intens hoor, als je echt even moet opletten. Kijken of je iets vindt in de bosjes. Ja, we toch wel veel gevonden, jawel. Heel veel hertjes, heel veel krokodillen. Heel veel krokodillen, ja. En van heel veel bijen ook. Ja.
En het neushoorn. De neushoorn, ja. We hebben het ook wel echt graag zien. Precies, we hebben hem wel gezien inderdaad. Jammer dat we geen tijger hebben gezien. Nee, maar dat is inderdaad ook wel heel erg hartstig, ja. En nog steeds geen slang. Nee, nog altijd geen slang. Nou, gaan we ons klaarmaken voor het volgende avontuur. Ja. Yes, dankjewel voor het kijken. En tot de volgende keer weer. Doei doei. Doei. Nou, scheiden in natuur.